Hallo mensen, vandaag spelen we weer, na een maand geleden is het al, spelen we Fallout Shelter. Ik heb dit spel gewoon een maand lang niet gespeeld, dus er is kans dat iedereen dood is. Maar dat moeten we niet hebben. Dus ondertussen laat het spel. En misschien kan ik wat vertellen, misschien niet, misschien niks, wie weet. Even kijken. Het is nu dus een maand geleden. En vet spannend. Woehoe. Maar ik was er juist aan het komen. Mensen thuis waarschijnlijk. Is het kast van de Akari of video en zo. Die was weg. Want ja, morgen lenzen. Wauw. Maar in ieder geval. Het is zo. Er komen binnenkort Black Ops 3 zombies video's. En dat is vet cool. En ondertussen duurt het laatste scherm wel heel erg lang. En toevallig keek ik net uit het raam, zag ik dat Ali Ginger wegging. Dus veel plezier Ali Ginger. Toppie. Oké, eens even koeksen. Duurt lang. Maar ik vraag me af hoeveel mensen dood zijn. En zo. En, sorry dat ik zo oninteressant ben. Want zo ben ik geboren. Daar kan ik niks aan doen. Eens even koeksen. Nou ja, zeg, dit duurt wel heel erg lang. Ik ben zo weer terug, want als die klaar is, want anders is het fuck. Oké, we hebben nu dus dit scherm. En het is vet spannend. Want ja, ik vraag me af hoeveel mensen dood zijn. We gaan dus even kijken. Oh ja, ik had de laatste keer een wapen zitten craften. Dat is een laser weapon. Fucking cool, ook kunnen we iemand erbij halen. Dorothy Jenkins. Dat was Leroy Jenkins. Even koeksen. Leroy Jenkins. Deze keer is ook terug. Zie ik. Het is Nicolas Cage. Ah, kijk eens aan. What's happening? Ik moet nog steeds even kijken hoe dit spel nou ook weer precies werkt. Eens even kijken. Hey, we hebben ook een missie gedaan. Even kijken, wat voor missies hebben we nog meer? Dat is het niet. Joe. Ginger. Oké, eens even kijken. Ondertussen hebben we dus 29 kerels. En we gaan even kijken of we nog een wapen kunnen craften. Eens even koeksen. Even kijken, welk wapen kunnen we bouwen? Ik weet het niet. Ook speel ik dit spel op de computer. Daarom is het best wel kut. Ik heb echt een kut computer eigenlijk. Hij is een beetje sloom. Maar ja, daar kan ik weinig aan doen. Ik denk dat ik gewoon nog eentje hiervan bouw. Dat vind ik wel cool. Ondertussen, ik denk dat we even de power gaan rushen. Als dit fout gaat, hè. Wordt zo kut. Yes, gelukkig. Thank god. We moeten er even een power generator bij bouwen. Zoals je hier ziet, is het vet hoog. Power generator. Even koeksen. Oh jee. Ik plaats het even hier. Dan plaats ik hem. Plaats ik even hier. En deze. Want ja. Dat helpt misschien.
Klein beetje zeefkoeksen. Want er stuur ook even iemand naar buiten. Barry. Barry gaat naar buiten. Hij krijgt een wapen mee. Nee. Het systeem is echt gewoon bagger. Ik geef hem wat stimpacks. En dan mag hij het zelf maar uitzoeken. Even kijken, heb ik geen mensen nog die in de wildernis zijn? Volgens mij niet. Oh nee, gelukkig. Wel, ik verbaas me dat gewoon niemand dood is. Oké, maar wat is de kamer die ik erbij kan bouwen? Even kijken. Armory. Oh ja, je kunt ze trainen en zo. Oh, vet spannend. Dit wordt denk ik een hele korte video, want ik kan weinig doen. Ik kan misschien wat rooms rushen, maar verder ook niet. Oh ja, ik kan kijken wat de volgende missie is. Eens even kijken. Hij doet een beetje raar. Kijken, waar stond het ook alweer? Dit was toch. Nee. Huh? Waar zit het? Nee. Ook niet. Dus, oh, waarom klikt hij dan ook op? Haha, kijk eens aan. Klik 15 wapens. Dan krijgen we zo'n prachtig mooi kistje. Twee wapens craften. Wel, eentje zijn we nu mee bezig. Ik denk dat we deze power ook nog even rushen. En dus een hele korte video, jammer genoeg. Maar ja. Dat kan ik ook. Oh jee. We sturen deze er even op af. Nou ja, dat gaat misschien wel lukken. Even kijken waar deze man het beste kan werken. Ik loop gewoon hier neer. In ieder geval, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze korte. Ik vond het echt een saaie video. Maar toch ga ik hem uploaden. Want dan zien jullie toch wat ik ondertussen aan het doen ben. Wel bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.